Alles is al naar de zak. De olie is op, we hebben geen idee hoe het verder moet. Mm. Schaliegas is de redding. Waar zet ik het leeggoed? Schaliegas? Ja. Schaliegas helpt ons hooguit 10 jaar verder. Het kost evenveel energie om het op te graven als het oplevert. Het helpt ons niks vooruit. Voilà. Wel, we hebben natuurlijk nu al een enorme productie van schaliegas in de Verenigde Staten. Dat maakt zelfs dat de Verenigde Staten bijna niet meer afhankelijk zijn van hun energie, nog in gas, nog in olie. Dus dat is iets wat we 7, 8, 9 jaar geleden nooit hadden kunnen denken. Eigenlijk is dat ook weer een fossiele bron die erg vervuilend is en die allicht energie levert voor 10, 15 jaar. Dus ik ben wat dat betreft een scepticus. Er is olie genoeg. Olie genoeg. Alleen, we krijgen ze niet meer uit de grond. De vraag is in wel niet hoeveel reserves er nog zijn. De vraag is hoeveel energie moet je erin steken per liter olie die je eruit haalt. De energy returns on energy invested. Wat mij heel erg is opgevallen is dat hij heel veel aandacht besteedt aan die fossiele brandstoffen. En hij zegt van ja, eigenlijk fossiele brandstoffen nu gebruiken is een rekening voor de toekomst. Het is een rekening voor de volgende generaties. Ja, dat klopt. Er wordt niet expliciet over vervuiling en over de klimaatopwarming gesproken. Maar het gebruik van fossielen enkel en alleen om te verwarmen of als energiebron heeft natuurlijk een enorme impact op het klimaat. En het is goed dat hij erop focust. It's the energy, stupid! Economie is een fysiek construct, geen financieel. Geld. Waar is geld? Geld speelt alleen een rol als tegenwaarde. Als je geld spaart, spaar je eigenlijk tegenwaarde voor energie die je gebruikt hebt. Uit het verleden. Hè? Het is als tijdreizen. Wie schulden maakt, gebruikt eigenlijk vandaag al energie uit de toekomst. In de hoop dat hij die ooit kan terugbetalen. Je hebt zoveel factoren in de economie. Energie is een belangrijk stuk daarvan. Grondstoffen zijn een ander. Technologie in het algemeen, innovatie in het algemeen. De financiële sector, we hebben ontdekt hoe belangrijk die is sinds de financiële crisis. Energie is natuurlijk een wezenlijk deel, maar er zijn vele andere componenten van onze economie die voor onze welvaart en voor de werkgelegenheid van even groot belang zijn. Economie, industrie zonder energie, dat is ondenkbaar. Dus die beide gaan hand in hand. Het gaat over belangrijke resources, bronnen die je nodig hebt. Dat is mensen, dat is medewerkers, goede medewerkers, maar uiteraard ook energie en ook de nodige capaciteit op wegen en dergelijke meer. Dus ja, dat gaat hand in hand, dat gaat zeer goed samen. Maar als die bronnen wel eindig zijn, ja, daarentegen... Geen paniek, Karel. De reserves zijn nog lang niet op, wat de groenen ook mogen beweren. De kunst moet zijn wat ze is, maar wordt wel gelezen, geïnterpreteerd. En dat is altijd uitermate zinvol om geprikkeld te worden, om ook eens vanuit andere invalshoeken te kijken. En dat is wat kunst ook doet. En ja, mensen met een publieke functie zouden daar extra gevoelig voor kunnen en moeten zijn. Ik ben dat in elk geval. Maar zo is er elke dag bijna iets, de ene keer meer dan het andere, iets dat ons verwondert en ons aan het denken zet. De dag dat men dat niet meer doet, dan is men geestelijk en zelfs fysiek bijna dood. Ja.